zitten op een hele andere locatie. Zien jullie het? Because it's very beautiful weather. It was very beautiful weather, but now it's thundering. Thundering. Was het thundering? Thundering. Het was eigenlijk de bedoeling dat wij nu op het strand zouden zitten en deze video zouden maken. Maar helaas, het is gaan onweren. Misschien gaat het op de nog wel harder onweren en regenen, dus we moeten even opletten. Ja. Maar vandaag hebben wij een nieuwe Ask Mel en Lies voor jullie, want die werd echt super vaak aangevraagd. Dus deze Q&A doen we vandaag tijdens het onweren in ons tuinhutje. Vet gezellig. Vet gezellig. Let's go! Hoe was de Dutch YouTube Gathering? Super vet, er waren echt super veel kijkers. We hebben echt heel veel van jullie ontmoet die dus eigenlijk kijken. Ja, en we hebben ook heel veel dingen gekregen zoals t-shirts, brieven, foto's, boekjes waarvan alles is geschreven. En twee meisjes hebben een liedje gezongen voor ons. Die hebben helemaal een liedje over ons gemaakt. Dus het is echt gewoon, was echt heel vet. Awesome. Wat zou je doen als je een eenoor zag? Zag? Ja. Joost roepen! Eenoor Joost. Hebben jullie een squad? Wow. Tuurlijk hebben wij een squad. Da. Check deze pics, jongen. Als je een rapper zou zijn, wat zou je rappernaam dan zijn? Wow. Yo, it's your gangster Melly G. Dat is geen rappernaam. Ja. Ik zou Lissiki. Lissiki? Ja, dit is Nicki Minaj, maar dan Lissiki. Lissiki. Yo, hier is Lissiki. Ze gaat vandaag voor jullie optreden, G. Oh! De Melly. De Melly? De Melly is on. De Melly is on the stage, G. Is dit een vraag? I don't know. Moet jij weten. Toekomst of verleden? Toekomst, toekomst. Welke drie dingen zou je meenemen als je naar een onbewoond eiland moest? Ik zou sowieso... Ik zou sowieso iets waar ik mijn mobiel mee kan opladen en bereik zou mee kunnen hebben. Dat zou ik sowieso doen. Mijn oplader. Gewoon zo'n stekker waar je overal alles mee kan opladen. Ja. Ik weet niet hoe. In een boom of zo. Ja. Elektrische zonne-energie. I don't know. Bikini meenemen. Want skinny dipping. I don't know. There's something in there. Dit klinkt echt alsof een monster zo over de hele heelal heen gaat. Maar anyway, ik zou mijn bikini meenemen, een oplader die je letterlijk gewoon op zonne-energie kan opladen of zo in mobiel. En als derde zou ik heel veel voedsel meenemen. Ik zou alles van lader, mijn mobiel en mijn familie. Ik laat mijn familie lekker thuis, joh. Laat mij thuis, helemaal niet, jongen. Ja, eindelijk van jou. Houden jullie van kip? Yes we do. Zouden jullie laten kinderen willen? Of course. Of course we will. Een hele bende. Gewoon een hele huis vol. Bam. Tot we niet meer kunnen, jongen. Jongen. Nee. Welke smaken doen jullie in je swirl? Oeh. Brownie, aardbei, kersen, witte chocola, noten. Ik doe altijd heel veel aardbei en dan kersen en dan koffie. En dat is het eigenlijk. Ik ben heel simpel. Ik doe echt gewoon iets van... Ja, maar ik doe nooit iets gevarieerd. Ik ben heel saai persoon. Ja, dat weet ik. Waarom zijn jullie zo lekker? Ask my mom and dad. Liever geen tanden of liever geen haar? Oh my god. Liever geen... Maar geen pruik of kunstgebit. Nou, dan liever geen haar. Ik wil nog wel kunnen lachen, hoor. Ook, ja, ik ook. Liever dan mijn haar. Mijn haar gaat eraf. Oké. Het is aan het onweren! Oh my god! Oh my god! When do you now? Okay. In ieder geval, we moeten een beetje opschieten, want het gaat zo te keihard regenen en onweren. Je kan het ook al een beetje aan het beeld zien, het is een stuk donkerder geworden. Sorry. Welkom in Nederland. Oké? Doe een dikke duim omhoog als je meer zomerweer wilt en niet dit regen en onweer weer. Laat een reactie achter hier beneden wat jij gaat doen in deze zomer. Klik op de video hiernaast als je meiden en tutorials wilt zien. Klik op de video daaronder als je onze avonturen wilt zien op de Dutch YouTube Gathering. Kijken! Oké, we zien jullie volgende week weer met een nieuwe video. Doei!